Luisteraars hier en thuis, we willen deze weeksluiting beginnen met het zingen van Psalm 42 en daarvan het vierde vers. Psalm 42, het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, ik roep van het klein gebergte u aan. Wat er volgt, het vierde vers van de 42e psalm. Een gedeelte uit Gods woord en wel uit Lucas 16, de versen 19 tot en met 31. We noemden nu Lucas 16, de versen 19 tot en met 31. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaard, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn,
zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide, Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade, en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. En boven dit alles tussen ons en u lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degene die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide, ik bid u dan, Vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem, zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover. Vragen we eerst de Heere om een zegen. Heere, het is in een ogenblik van weeksluiting aan de avond van deze dag dat we met een enkeling hier samengekomen zijn in een meditatief moment. Een ogenblik waarin uw woord mag worden geopend en zou u het dan ook tot een zegen willen stellen. Ook in dit ogenblik en ook als er bewoners zijn van Wijkenstein die het later mogen naluisteren. O, het woord zou het een kracht Gods tot zaligheid mogen zijn. Zou u het willen gebruiken tot bekering? Zou u het willen gebruiken tot onderwijzing? Zou u het willen gebruiken om de heilgeheimen van het zalig worden aan de luisteraars te openbaren en om de Christus der Schriften aan hun hart te verklaren? O, zou u willen geven dat het tot bemoediging van uw volk, van uw Sion, van uw kinderen mag zijn en dat het ook tot bekering van een onbekeerde zou mogen leiden. Doe ons allemaal verstaan, Heere, dat ontzaggelijke onderscheid, wat ons in uw woord wordt getekend, ook wanneer wij de gelijkenis van Lazarus en de rijke man een ogenblik willen overdenken. Zou u dan aan al de bewoners van Wijkenstein willen gedenken? Ieder kent u in persoonlijke omstandigheden. Degene die als weduwe of als weduwnaar door het leven moeten gaan. En dan zijn er mogelijk ook onder die op een hoge leeftijd zijn en zelf ook al kinderen hebben verloren. Er zijn er mogelijk ook onder die met een kwaal zijn bezet, die ernstig ziek zijn en dan ook vrezen voor de dood, ondanks de behandelingen
en die nog mogen plaatsvinden, zou u dan willen geven dat de behandelingen gezegend mogen worden, nog tot beterschap en herstel? Denk u aan degene die hier werkzaam mogen zijn, die zorg mogen verlenen aan al de bewoners. Zou u maar willen geven aan degene die leiding hebben te geven, ook aan het verzorgend personeel. Heren, zo mogen wij al degene aan u opdragen die aan Maaswaarden hier en op andere locaties zijn verbonden. Zou ge dan zo uw zegen willen gebieden als we een ogenblik stil mogen staan bij een bekende gelijkenis uit uw woord? Wij vragen het alleen om Christus wil. Amen. Dan willen we nu gaan zingen van Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat daar volgt in het derde vers van Psalm 146. Die door middel van gelijkenissen heel veel onderwijs in de tijd dat hij op aarde wandelde aan zijn luisteraars heeft gegeven door middel van gelijkenissen. En zojuist hebben we weer zo'n gelijkenis voorgelezen. En naar aanleiding van die gelijkenis willen we nu een ogenblikje nadenken en stilstaan. Er was een zeker rijk mens. Dat is ons voorgehouden. En er is ons ook voorgelezen, er was een zeker bedelaar. Dan gaat de Heer in deze gelijkenis, hij gaat een tegenstelling tekenen door twee mensen tegenover elkaar te plaatsen, die in het burgerlijke en maatschappelijke leven zo'n groot verschil uitmaakten. Er was een zeker rijk mens. Nou ja, dat kun je dan wel zeggen. Als je vervolgens van hem leest. Hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad. Nou ja, je zou denken dat is een man van adel. Hè? Dat is een vooraanstaand persoon in de burgerlijke samenleving. In ieder geval, nou ja, je zou wel kunnen zeggen, het is een man die heeft in zijn tijdelijke leven carrière gemaakt. Het is misschien wel een geslaagd zakenman. Hoe dan ook. Maar
Hij stak dat ook niet onder stoelen of banken. Hij ging ermee pronken. We hebben zojuist horen lezen. Levende, alle dag, vrolijk en prachtig. Nou ja, als we deze man nou met één woord zouden moeten typeren, zoals we hem nu in het kort hebben uitgeschilderd, zoals de Heere hem heeft uitgeschilderd, als we hem dan met één woord zouden moeten typeren, dan zou je wel van hem kunnen zeggen, het is een levensgenieter. Dat droeg hij uit. Levende, alle dag vrolijk en prachtig. Hij genoot met volle teugen van het leven. En dan de ander. Ja, die tegenstelling, die hoef je niet zo ver weg te zoeken. Bij die rijke man vandaan. Die lag elke dag aan de poort van dat landhuis. Want dan lezen we in het 20e vers. Er was een zeker bedelaar. Met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. Wat die rijke man achter de poort nog kon verbergen, dat kon die arme man voor die poort niet verborgen houden. Ja, maar wat bedoelt u dan? Nou, die rijke man achter die poort, die kon nog de gevolgen van de zonde achter zijn purperen kleed en achter dat fijne lijnwaad en dat vrolijke en prachtige leven verborgen houden. De gevolgen van de zonde, de gevolgen van de zonde, val in het paradijs. Dan kon de man nog keurig verbloemen. Maar daar voor de poort van dat landhuis, daar ligt er een. Die heeft de gevolgen van de zonde niet meer kunnen verbloemen. Daar ligt hij. Die arme bedelaar vol zweren. Nee, die man die was niet geslaagd als het gaat over tijdelijke leven met het maken van carrière. Nee, die kon niet vrolijk en prachtig leven. Deze arme man, hè, die kon nauwelijks in zijn dagelijkse onderhoud voorzien. En dan moet je nog eens bedenken op welke wijze dat hij in dat dagelijkse onderhoud moest voorzien. Bedelend. Welke lach voor zijn poort, dus voor die poort van die rijke man, daar lag hij. Ja, wat moest hij daar doen dan? Ja, bedelen. Dan lag hij te wachten, met eerbied gesproken, dan lag hij te wachten, totdat het overschot van de tafel van die rijke man uit het raam werd gegooid, zodat de honden het op konden eten, want die zwierven er ook rond. En als dat overschot van de tafel van die rijke man uit het raam werd gegooid, dan kon hij er naartoe kruipen om te proberen nog een paar brokken brood te bemachtigen. Tussen de honden. Ja, die honden. Oh, je zou bijna denken, dat kan niet. Maar die honden die zijn nog tot verkoeling geweest ook. Want ze hebben die zweren die uitgebroken waren op dat lichaam. Ze hebben die zweren van die arme Lazarus nog gelekt. En dat gaf nog een weinigje verkoeling. Maar vervolgens, dan ligt hij daar als het ware te wachten, totdat dat raam weer open werd geschoven en het overschot van die rijke man weer naar buiten werd geworpen. En begeerde in vers 21 verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Ja, elke dag opnieuw. Hoe lang? Nou, totdat de dood kwam. Zo lang.
Want dat staat er in vers 22. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. Oh ja, hoe heette die man ook alweer? Ja, Lazarus. Lazarus. Ja, maar heeft de Heere dan geen vergissing gemaakt in het geven van die naam? Had die man daar binnen dat landhuis, hè? Had die man geen Lazarus moeten heten? Nee. Nee, toch niet. Nou ja, als je op de uiterlijke omstandigheden let, dan wel. Ja, maar wat betekent het dan? Lazarus te heten? Wel, dat betekent, God is mijn hulp. Nou, als je die man dan nu ziet zitten tussen de honden, wachtend totdat dat raampje open ging en het overschot van die rijken naar buiten werd gegooid. Als je daar die man toch ziet zitten, met al zijn zweren die de honden dan ook nog komen lekken, dan kun je je toch niet voorstellen dat die man Lazarus heet. God is mijn hulp. Ja, die man die daar in die villa, in dat landgoed woont en dat bezit daarvan heeft, die is door God geholpen. Ja, maar de Heere die vergist zich niet. Nee, laat dat duidelijk zijn. God is mijn hulp. En weet u wanneer het openbaar kwam? Dat God in het leven van deze man, in het leven van deze Lazarus, zijn hulp is geweest. Weet u wanneer dat openbaar kwam? Na het sterven. Toen kwam het openbaar. Daar maakte de Heere hier in deze gelijkenis openbaar waarom dat deze man Lazarus kon heten. God is mijn hulp. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. Nou ja, ik denk dat ze daar in dat landhuis om het sterven van deze man niet hebben getreurd. Het was toch eigenlijk ook maar een lastpost, nietwaar? Dat ontsierde toch het aanzien bij de ingang naar mijn landgoed. Elke dag, daar zat die man daar bij de poort en elke dag zat hij naar dat raam te kijken of het open ging. Dat ontsierde toch gewoon het aanzien van mijn landhuis. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en werd gedragen. Ja, u zegt, ja, dat begrijp ik wel, dat hij gedragen werd. Als je gestorven bent, dan word je gedragen, dan word je naar je graf gedragen. Nou, dat staat hier niet eens bij. Dat staat er niet bij. Er staat wel wat anders bij. En werd van de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Ja, dan gebruikt de Heer een beeld. Een maaltijd. En aan het hoofd van de maaltijd zit de gastheer. En hier tekent de Heer in die gelijkenis Abraham als gastheer van de maaltijd. Die maaltijd is een beeld van de hemelse heerlijkheid. En dan mag Lazarus, die wordt daar neergelegd in de schoot, in de nabijheid van Lazarus. Lazarus, de vader aller gelovigen, als een type van God. En dan wordt Lazarus ziel gedragen in de nabijheid. Nabijheid van God, in de nabijheid en in de gemeenschap van de Heere. Weet u nog hoe die man heette? Ja, Lazarus. God is mijn hulp. En dat is de Heere geweest in zijn leven. En dat mag hij nu gaan beleven na zijn leven. Ach, die arme... Nee. Die rijke Lazarus,
Die werd nu gedragen in Gods gemeenschap. Hier is die met de nek aangekeken. Hier is die verguisd geworden. Maar o, dat wonder, hè? Van God gekend. Vanuit de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid. God heeft die arme man vanuit de stilte van de eeuwigheid lief gehad. Nou, dan zou je toch jaloers worden op die man. Of niet? Hé? Nou ja, niet op zijn uiterlijke omstandigheden. Tijdens zijn leven. Nee, dat niet. Maar wel op wat de Heere hier van binnen in zijn ziel heeft verheerlijkt. En daarin komt ook tot uitdrukking: God is mijn hulp. Wat is er dan gebeurd in het leven van die man? Wel, God heeft zijn genade in het leven van die arme Lazarus verheerlijkt. Er is een ogenblik aangebroken in zijn leven dat de Heere hem te sterk geworden is. Er is een ogenblik aangebroken in zijn leven dat de Heere de liefde Gods in zijn hart heeft uitgestort. En weet je, als de Heere de liefde Gods in je hart gaat uitstorten, dan word je een bedelaar. Een bedelaar, als de, jazeker. Ja, wat bedoelt u dan? Nou, als de Heere de liefde Gods in je hart gaat uitstorten, dan gaat hij ook het geloof in je hart uitstorten. En dat geloof, ja, dat krijgt ogen, zielsogen. En weet je wat die zielsogen gaan zien? Wel, dan gaat die zielsogen zien dat je arm bent en dat je ellendig bent. En dan word je een bedelaar, net als deze Lazarus aan de poort van die rijke man. Een bedelaar. En dan ga je zien niet hoe dat het er van buiten uitziet. Maar dan ga je zien hoe dat het er van binnen uitziet. En dan ga je inleven, o God, ik kan voor u niet bestaan. Ik kan voor u, rechtvaardige, heilige God, niet bestaan. Want heel mijn leven, dat is enkel zonde geweest. En dan ga zo een bedelen. Bedelen om, ja, om genade. Bedelen om een middel waardoor het nog mogelijk is om zalig te kunnen worden. Bedelen om een middel om van die dodelijke zielenkwaal genezen te worden. Hoe heette die man ook alweer? Lazarus. God is mijn hulp. O, dat wordt zo'n bedelaar gewaar. Als de Heilige Schrift het aan gaat wijzen, dat er voor zulke arme bedelaars nu een rijke Christus is. Dat er voor zulke vuile zondaren nog een middel is om in gewassen te worden. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. En dat dat nu bij machte is om zondaren, om vuile Lazarussen te wassen in die reine plassen. God is mijn hulp. Ja. Lazarus stierf. Nou ja, goed. Dat had die man daar in die woning, in dat landgoed. Ja, dat had hij toch wel gedacht. Want dat kan nooit lang duren, zoiets, hè. Maar er staat ook nog wat meer, hè. En de rijke stierf ook. En werd begraven. Ja, er staat nog meer van die man. Net zo als er van Lazarus na het sterven ook meer wordt gezegd door de Heere. Zegt de Heere van die rijke na zijn sterven ook meer. Wat staat er dan? Wat heeft de Heere ervan gezegd dan? En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn. Ja, die is op een andere plaats terechtgekomen. Lazarus die werd gedragen in de schoot van Abraham. Die ziel van Lazarus
die kwam in de zoete gemeenschap met God. En die ziel van die rijke man, die kwam in de hel te liggen. We lezen, we hebben het juist horen lezen. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn. Nou, die pijn die heeft hij in zijn leven niet gehad. En als hij pijn in zijn leven had gehad, dan heeft hij dat wel achter een leven van pracht en van praal weggestopt. Maar nu, zijnde in de pijn. Hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. En wat is daar voor een pijn geweest? Nou, daar heeft hij iets van gezegd. Ja, tegen wie dan? Nou, daar heeft hij iets van gezegd tegen Abraham, die hij in de verte zag. Hij heeft tegen Abraham gezegd, en we kunnen het lezen in het 24e vers, Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Opmerkelijkheid. Opmerkelijk. Zend Lazarus, die bedelaar, die verguisde, toen die in zijn leven nog aan die poort en onder dat raam lag, hè? Ja, nooit binnengehaald om aan de tafel eens mee te eten. Nooit. En nu heeft hij Lazarus nodig. En wat moet Lazarus dan doen? Wel, het puntje van zijn vinger in het water dopen. En dan vervolgens met die druppel aan dat topje zijn tong verkoelen. Ja, zegt Lazarus, zegt Abraham. Man, dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En dat druppeltje water, dat kan Lazarus je niet komen brengen. Want tussen ons en u lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degene die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En nu wordt hij vertroost. Ja, en die rijke man dan? Ja, die moet daar nu voor eeuwig de troost missen. Troost die hij in zijn leven hier op aarde niet nodig had. Hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Had God niet nodig, had Christus niet nodig. En die arme Lazarus, die Gods hulp met betrekking tot zijn ziel in het leven aan de weet gekomen was, die wordt vertroost. Ja, maar had die Lazarus dan in zijn leven helemaal niks waarmee en waardoor hij vertroost kon worden? Jazeker. Het werk van God in zijn leven, dat is hem ook tot troost geworden. Want wat de Heere verheerlijkt in het leven van een arme zondaar die een bedelaar wordt, dat geschiet niet in een hoek. En dan laat de Heere ze niet van druk verkwijnen. Hij laat ze niet in een ongeluk omkomen. Dan zijn er van die zoete ogenblikken dat ze met Maria van Bethanië aan de voeten van de Heere Jezus mogen zitten. Daar heeft de Heere ook van gezegd toen die Maria aan zijn voeten zat. Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal worden weggenomen. Nou, geloof maar dat dat goede deel in het leven van Lazarus ook gestalte heeft gekregen. En wat heeft die man zich toen in zijn leven, in die ogenblikken, in de gemeenschap met God, ook vertroost gevoeld, al was dat maar ten dele en al was dat maar bij tijden. Maar nu wordt hij
vertroost, eeuwig, eindeloos en storeloos. Die rijke die gaat nog verder en die zegt tegen Abraham, stuur Lazarus toch naar mijn familie. Ik heb 5 broers, dat hij hun dit, die pijn hè, hier in de hel, dat hij hun dit betuige, staat er. Opdat zij in deze plaats niet komen. En dan zegt Abraham tegen die rijke man, die daar in de pijn verkeert, dat is onmogelijk. En ook al zou er nou iemand uit de dood opstaan, dan zullen ze nog diegene die uit de dood is opgestaan niet horen. Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Ja, wat bedoelt Abraham dan? Ze hebben Mozes en de profeten. Nou, je zou vandaag zeggen, ze hebben het hele woord van God. Mozes en de profeten. Het woord van God. En dat is genoeg om zalig te worden. Want in dat woord van God openbaart God wie hij is. Leert hij een zondaar wie die zondaar is. Die zondaar in zijn zonde. En leert God wie Christus is. In zijn enig offer wat hij gebracht heeft tot verzoening van de zonde van verloren zondaren. En wat blijkt nou hier uit deze gelijkenis? Dat die arme bedelaar God en dat die arme bedelaar een Messias nodig heeft gehad. Een verlosser heeft nodig gehad. En dat die rijke man daar achter die poort van dat landgoed God niet nodig heeft gehad en Christus niet nodig heeft gehad. Weet u wat de Heere gezegd heeft? Op een andere plaats. Het is lichter dat een kemel gaat, een kameel. Ga door het oog van een naald. Dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ik weet het wel, en u begrijpt het wel. Dan gaat het niet alleen maar over het saldo wat iemand op een bankrekening heeft staan. Maar een rijke die aan alles genoeg heeft, maar God niet nodig heeft. Rijk in de wereld, rijk in de zonde, rijk in de godsdienst. Die hebben God niet nodig. Die hebben Christus niet nodig. Ze hebben hun schuld voor God niet leren kennen. En ze zijn daarom ook nooit oprecht een bedelaar geworden. Maar Lazarus wel. Niet alleen aan de poort van die rijke man. Maar deze Lazarus is ook een bedelaar geworden aan de poort van de hemel. En bij zijn sterven is hij de hemel ingedragen. Arm van geest. En toch, Lazarus, God is mijn hulp. En dan moeten die arme Lazarus als bedelaars door het leven. Maar ze zullen een rijke erfenis van God ontvangen. Nooit meer honger. Nooit meer kommer. Nooit meer gebrek. Maar dan wordt het waar. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Wij willen nu gaan zingen. Op Psalm 73, het 14e vers. Psalm 73, het 14e vers.
Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.